Voor wie het niet goed verstaat, Europa. Dat is wat de Feyenoordspelers roepen. De doelstelling van het seizoen is behaald. Zover is het voor Sparta nog niet. Uit de komende 2 wedstrijden tegen Utrecht en Groningen moeten nog minimaal 4 punten behaald worden. Er moet wel anders gespeeld worden dan gisteren, want Feyenoord was simpelweg veel en veel te sterk. Na de hele snelle tweede goal hebben we de tweede helft eigenlijk geen kind gehad aan Sparta. En, ze hebben nog wel een kans gehad op de 2-1 met Duplan. Die gaat er gelukkig niet in, anders krijg je toch weer zo'n zenuwachtige situatie. En na de 3-0 ben ik rustig gaan zitten en hadden we onze doelstelling in handen en dat is Europees voetbal. Trainer Martin Koopman, miste jij ook een beetje dat vuur bij Sparta vandaag, wat er tegen Heracles nog wel was? Ja, absoluut. En als je dan de eerste helft kijkt, en Mario die zegt het al, na de 1-0 waren we eigenlijk een beetje het spel kwijt. Dat is ook een mentale kwestie. En als je dus de wedstrijd wilt winnen, dan zul je ook wat moeten laten zien in de duels. Maar dat hebben we vandaag te weinig gedaan om echt gevaarlijk te zijn. Ondanks dat je dus 4 goede kansen hebt gehad. Europa! Europees voetbal behaald. En volgens mij was jij het meest blij van iedereen. Ja. Ik kon het wel zien. Ja. Ik was zeker blij. We hebben onze doelstelling behaald in ieder geval voor dit seizoen. Wat de trainer aan het begin van het seizoen voor ogen had. En ja, hebben we goed gedaan. Een beetje wisselvallig seizoen, maar ik denk dat we het toch wel aardig hebben gedaan. Ja, ik denk dat de zondag zeker moet winnen. En, probeer daarna Groningen uit ook het beste resultaat te halen. En dan kun je er nog rechtstreeks in blijven. Wat moet er anders? Er moeten doelpunten gemaakt worden. Ja, ik droom van Europa, om in Europa te spelen. En dat kunnen we nu volgend jaar met Feyenoord gaan doen, dus dat is mooi. Nou, liever Zuid-Europa dan België of Luxemburg, hè? Ja, dat is natuurlijk altijd lekkerder, ja. Klopt.